Maar we kijken vooral naar de mogelijkheden en daar ja, houden we ons mee bezig. We hebben geen kleintje door de markt. Normaal was dat het inderdaad de hemelvaartweekend vol vertier. Met kermis, feest in het centrum en in de paardensport op het evenemententerrein. Maar helaas, dat mag niet doorgaan. We zijn wel bezig, achter de schermen zijn we gewoon bezig om te kijken naar, noem het een stukje bezinning. Bezinning ook van de dingen die we nog moeten oppakken en die meestal bleven liggen door de drukte. Die pakken we nu op. Maar ook gewoon, we kijken toch vooruit naar evenementen die we nog mogelijk dit jaar wel kunnen doen. Normaal hebben wij hier drukke bouwgroepen in en weer te bouwen voor de Rode Marktparade. Het is aardig leeg, het is aardig stil. Mede door de keuze omdat er geen Rode Marktparade is, helaas. Maar anderzijds denk ik ook niet heel onlogisch. En gezien de periode van bouwen die we nog hebben, dat is gewoon niet te doen om met zoveel mensen een paradewagen te moeten bouwen. Tot 1 september zijn er geen mogelijkheden, maar dat wil voor ons niet zeggen dat we nu al zeggen we kunnen niks. Dat er al geen Rode Marktparade in zit, dat is al erg genoeg vinden wij ook als volksvermakers. Niet alleen als volksvermakers, maar ik denk ook het publiek. Rode Markt, ja, die staat bij ons nog steeds op agenda. En die staat bij ons op agenda natuurlijk met die verstande dat er een rekening wordt gehouden met wat de situatie nu is. En daaruit moeten wij ook gaan bedenken naar wat er mogelijk is en onmogelijk is. Maar we kijken vooral naar de mogelijkheden en daar ja, houden we ons mee bezig. Ik denk dat we als volksmaker ook moeten bedenken, zodra het weer kan, willen we het volk ook weer vermaken. Want eigenlijk, dat is ook een stukje gezond plezier, zeg maar. Maar met wat we doen, en dat wil ik even benadrukken, kijken we altijd naar wat er mogelijk is.
En of het enigszins ook de gezondheid zal gaan schaden. En mocht het laatste aan de orde zijn, wij gaan geen evenementen organiseren waarbij wij van mening zijn dat het nadelig is voor gezondheid en andere veiligheidsaspecten. Maar nogmaals, ik vind als volksmaker moeten we gaan kijken naar wat er wel kan. En om daar ook je creativiteit weer te boven laten komen. En proberen dingen te organiseren om het volk ook te vermaken op momenten dat het ook kan en mag. En als men er ook weer aan toe is. Voor nu geen volksvermaak, maar na de corona is het weer raak.